I love this book. Dit is Veronderstellingen van Annelies Verbeke. Wat ik er vooral zo prachtig aan vond, is dat het verhalen zijn, maar dat de elementen uit de verhalen steeds ergens weer opduiken. Verder begon ik aan het boek. Het ging over een ik-persoon, dus ik dacht, oh, dit is een mens. Maar het was helemaal geen mens. Het was een hond. Ik had dus iets totaal verkeerds verondersteld. En dat zet me op het verkeerde been. En dat zul je vaker meemaken in het boek. Maar dat is gewoon de moeite waard om te proberen.